weer bij Schaken. Beschrijf het moment eens waarmee je voor het eerst met voetbal in aanraking kwam. Dat gaan we heel lang terug. Dat is, ik was een jaar of zes denk ik. En daarvoor was ik elke dag met de bal bezig. Dus vanaf toen de kennis maken, je kent het wel, vanaf de straatvoetbal, hè, de pleintjesvoetbal. Daar ben ik begonnen. Maar eentje tegen de muur aan schieten of met vrienden? Nee, altijd met vrienden. Dan had je van die spelletjes. In deze tijd is het meer de iPad en dat soort dingen zijn allemaal bijgekomen. In onze tijd, vroeger, was het niet zo. Het was veelal met je vriendjes kampioentjes spelen. Dan heb je eentje op de goal en de beste blijft dan over. Dus verschillende spelletjes, maar altijd wel in een grote groep. Ja, je bent toen steeds hoger op gaan voetballen. Maar wat was dan uiteindelijk de motivatie om professional te worden? Die kwam eigenlijk heel laat hoor. Ik vond het voetballen gewoon hartstikke leuk. Ik deed het elke dag. En ik merkte natuurlijk ook wel dat ik wel een beetje talent had. Uiteindelijk ga je bij een amateurclubje inschrijven. Je kent dat wel. Je komt alle jeugdelftallen door. Ik heb nog een jaartje bij Ajax gezeten. En toen weer terug naar mijn amateurclubje. En ook, ik moet zeggen, op mijn 17e begon ik pas echt zoiets van, nou, misschien kan ik wel betaald voetballen worden. Ik ben er heel benieuwd naar. Waarom ben je eigenlijk op voetbalschool begonnen? Nou, hartstikke leuk in eerste instantie en ik vind het sowieso leuk om met kinderen te werken en om ze te ontwikkelen. En ik denk dat het voor hun belangrijk is dat ik hun een stukje kan meegeven wat ik zelf vroeger niet had. Vandaar dat ik dus zo laat in de voetbal ben doorgebroken op mijn 17e. En ik wil die jongens gewoon de kans geven om in ieder geval hun talent ergens te kunnen laten zien. En dan is het aan de BVO-organisatie of ze dus die jongens aannemen of niet. Maar dan hebben ze in ieder geval wel de kans gehad. En naast het voetbal dan, hoe ziet dan een doordeweekse dag van Ruben Schaken eruit? Doordeweekse dag, hartstikke druk. De wekker gaat om 6:30. Om 7:00 zit ik in de auto onderweg naar Rotterdam. Ik woon zelf in Lelystad, zoals je weet. Dan ga je trainen en dan hebben we een lunch. En de ene dag trainen we 2 keer, de andere 1 keer. Dus als ik 1 keer train, heb ik een lekker rustig dagje. Dan ben ik om 2:30 in de auto. En dan ben ik om 2:30 thuis, omdat je dan voor de file zit. Dan ga ik lekker aan de gang met mijn kinderen. Die haal ik dan van school op. En dan gaan we gezamenlijk eten met het gezin en dan bespreken wat die jongens allemaal hebben meegemaakt. Ik heb 3 kinderen, dus hartstikke druk thuis. En dan stop ik ze in bed en dan is het tijd voor de vrouw om even of een filmpje te kijken of noem het maar op. En dan moet je weer vroeg je nest in, want om 6:30 volgende dag gaat de wekker weer. Dus dat is een beetje mijn dag. En wat is op dit moment eigenlijk het mooiste moment van je leven geweest? Naast dan je mooie carrière die je dan net op professioneel voetbal gevuld hebt. Moet ik toch zeggen, mijn trouwdag natuurlijk en, de geboorte natuurlijk van mijn 3 kinderen. Dat zijn toch wel twee dingen die ik kan opnoemen wat me echt is bijgebleven en wat me echt heel veel waard is. En dan besef je eigenlijk dat voetbal eigenlijk maar een spelletje is. En dan kom ik nog even terug op de voetbalschool. Wat voor boodschap geef je de kinderen eigenlijk mee die je traint? Boodschap, sowieso moeten ze hard werken. Dat moeten ze elke training, volle overgave. En natuurlijk behoed ik ze ook voor de valkuilen die ik zelf heb gehad. Als je in de schijnwerpers komt te staan of mochten ze ooit zover komen. Dat ze dus goede begeleiding moeten hebben en de juiste keuze moeten maken. Wat betreft vrouwen, uitgaan, je kent alle verleidingen wel. De verhalen van mij die zijn wel bekend, dus daar behoed ik ze voor en ze nemen het ook van me aan. Dat is misschien ook je motto wel, hard werken? Ja, hard werken begint erbij, maar dat is niet alleen met voetballen zo, dat is in alles wat je doet. Als je denkt om met half werk te komen, dan heb je het goed mis. Dus niks komt aanwaaien, zeg ik altijd. Dus je moet gewoon je stinkende best doen en dan komt misschien je kwaliteit ook nog tot uiting. Ruben Schaken, de harde werker dus? Ja, sowieso de harde werker, zeker.